Sinds maandag 3 mei hangt het portret van de Surinaamse vrijheidsstrijder Gramang Broos tussen andere vrijheidsstrijders in het museum Assin Manso in Ghana. Het ophangen van dit portret mag zeker een historisch moment worden genoemd. Dit museum in Ghana is de plek waar ter nagedachtenis van het tot slaaf gemaakten uit Afrika portretten worden opgehangen. Tijdens een korte ceremonie hingen Marvin Hoogstam, Otmar Watson en anderen met Surinaamse roots het originele portret van Gramang Broos op. In een gesprek vanuit Ghana vertelt Hoogstam waarom er gekozen is voor Gramang Broos. Kapitein Broos, en vanaf nu noemen we hem Gramang Broos, Koning Broos, die was een verzetstrijder die vanuit plantage Rorak, dat is aan de boven Suriname, een paar uur na Paranam varen. Gramang Broos die had daar met de Pakabusi Nengre, zo werden deze mensen genoemd, die waren weggelopen van de plantages. Omdat ze een leven in het bos prefereerden boven een leven in de slavernij. Daar had hij dus deze mensen om zich heen verzameld en ze vielen constant de plantages aan. En in 1862 is Gramang Broos dus gevraagd door de gouverneur om op audiëntie te komen in Paramaribo, heeft het gedaan. En daar heeft hij dus beloofd te zullen stoppen met het aanvallen van de plantages. Dus daarom is plantage Rorak en ook plantage Rakkarak aan de boven Suriname aan hem gegeven. Hij is ook de enige trouwens, de enige verzetstrijder uit de slavernij van wie hier een foto bestaat. Die foto is gemaakt in 1862. Gramang Broos hangt tussen andere verzetstrijders zoals Harriet Tubman, Marcus Garvey en Malcolm X. Het initiatief om een portret van de Gramang daar te hangen komt van Otmar Watson, die bij eerdere bezoeken opmerkte dat er geen Surinamer hing. Watson en Hoogstam leggen het belang van deze nieuwe ontwikkeling in de Surinaamse geschiedenis uit. En wat ook heel belangrijk is, is dat we de Afrikaanse Surinaamse diaspora in Ghana echt institutionaliseren. We laten zien van hey, wij zijn er ook. We zijn er nog steeds. Ja. De Afrikaanse diaspora in Suriname laten geld vanuit de Surinaamse gemeenschap, vanuit Suriname daar neerhangen. Ja. Dus de connectie met Suriname wordt nu nog meer gemaakt dan voorheen. De hele Surinaamse gemeenschap is dit een belangrijk moment, omdat hij daar staat voor zichzelf, voor zijn nakomelingen, maar voor alle, hij staat namens alle verzetstrijders, alle mensen die zich hebben verzet tegen slavernij. Bezoekers aan het museum kunnen middels het scannen van een code meer te weten komen over Gramang Broos. Daarnaast kunnen de gidsen alle informatie delen met toeristen. Het museum Assin Manso was de laatste badplaats van tot slaaf gemaakte voordat ze werden verscheept.